Ja, ik heb het gezien. We zijn er. Kijk, hier, beestenboetje Zutphen met al die netjes en al die emmertjes. Is om dierenleed te voorkomen. Maar daar wou ik het niet over hebben. En kijk, ik wil even zeggen. Ja, ga je nou in de weg lopen? Ja, dat maakt niet uit. Kijk, we gaan vandaag cursus draußen koeken. Of koeken. Of in ieder geval buiten koken. In ieder geval outside wokken. Met Olfje. Maar voordat je begint moet je altijd eventjes in de stemming komen. En dan neem je gewoon eerst even lekker een borreltje. Het leven is een tragedie, maar met een beetje humor wordt het een komedie. Dus met andere woorden, geniet ervan. Van dag na dag. En elke dag moet je je informatie, je kennis opdoen voor de volgende dag. Anders kom je niet verder. Dus met andere woorden, blijf je hangen. De gehangene, of de in ieder geval, laat maar zitten. In ieder geval, ja. Kijk, zo doe je dat. Je opent, godsamme de fles. En een heel klein beetje is al genoeg. Hup. Plop. Nee, dat is een beetje overdreven. Iets meer. Nog iets meer. Ja, oké, dat moet genoeg zijn. Want, appetee. Je hebt niet veel nodig in het leven. Kijk, hier heb ik een rocketstoofje. Maar die rocketstoof, dat is echt helemaal niet deze. Die wok. Ik vind hem beter. Ik moet even een slokje nemen. Oké, en we gaan dus, vorige keer ging het niet helemaal goed, want toen kreeg ik het vuur niet aan omdat ik het te snel wou doen. En vandaag ga ik het gewoon beter doen. Hopelijk. Zo, oh jee, mijn hand zit vast. Zo, en ik had er een beetje gras in gedaan, gedroogd gras. Ik hoop dat het nu beter gaat. Zo. Nou, zo ging het vroeger. Nou jongens, kom op! Zo, je moet het iets sneller. Zo, je ziet het. Je moet het iets sneller achter elkaar doen. Ik deed het net te langzaam. Na een tijdje krijg je zo'n vlammetje. Hopelijk blijft het aan. Godsamme. Gaat het nou uit? Ik hoop dat het aan is. Nee, het rookt. Dus het uit. Oh nee, het brandt. Het brandt. Ik had het niet goed gezien. Mooi, hè? Je ziet het. Zo'n woksysteem. Ideaal. Als daar binnen eenmaal kern van warmte is. Nou, je gelooft het niet. Je gelooft het niet. Ik moet er wel opfilmen. Theoretisch. Dus, dit keer heb ik het gewoon gedaan met zo'n vuurding. Nou. En je hebt niet veel nodig om het goed te doen hoor. Want en, nou ja, dat gaat echt wel aan, zo. Dat brandt zo wel. Hier, dit is dus een Dutch oven. Zo'n randje is om kooltjes op te leggen om brood te bakken. En vroeger werden ze ook nooit schoongemaakt. Want als het elke dag weer verhitte en dit en dat. En elke dag weer opnieuw eten erin gooide. Dan kon het nooit bederven. Dus het is een heel goed systeem. Qua gezondheid. Want alles wat je. Hier, dat brandt wel hoor. Ja. Dus ik doe nou gewoon een pan van gisteren erop. Appetee. Zie je, dat gaat wel branden hoor. Vandaag brandt hij niet helemaal in één keer goed. Maar dat maakt niet uit. Als die. Nu, omdat ik die pan erop gezet heb, krijg je een bepaalde trek. Nou, binnen een paar minuten is die aan. Ik ga wel even zitten, moet je kunt zien. Hier, niks aan te doen.
Ik had er iets meer papieren moeten doen. We zien waar de wind ook vandaan komt. Hij trekt hem altijd aan. Leuk, hè? Ja, nee, dit is schitterend. Hier. Allemaal pepertjes bij de hand, als ik pepertjes nodig heb. We zien, niks aan te doen dit. Nou, en zo'n ding, met zo'n rocketstoof, ben je drukker dan met een wok. Ik hoef zeker nu de eerste, nou, 10, 20 minuten hoef ik niks te doen. Kijk, ik zal het deksel er even afhalen. Huppatee. Gooi ik er zo wat olie in. Nou, binnen een minuut van tijd heb je een maaltijd. Misschien. Vlammetjes komen er al in. Dit is hout van gisteren. Dit vond ik zo straks nog even langs de kant van de weg. Hier kan ik een paar dagen van koken. Misschien. Huppatee. Wow. En dat paprikaatje had ik toevallig in mijn tuin staan. Die peper had ik nog liggen. Nou. Net zo makkelijk. Ja. Ik heb er een beetje olie bij pakken. Ik weet niet of je het kan zien, maar het zou wel. Eerst even een slokje nemen. Huppatee. Mooi, hè? Dus zo'n dingetje, ideaal. Je moet het even onder de knie krijgen. Ik moest het net even, maar hier. Daar binnenin, hè. Ik weet niet hoe het werkt, maar op een of andere manier krijg je daar zo'n hitte. Dat is op een of andere manier, ja. Met heel weinig hout heb je het mooiste vuur wat er maar is. Schitterend. En och jongens, ik moet die lepel eruit halen, bloed uit. Zo, huppatee. Zo. Nou dus. Dan moet de rest erop bij gooien. Deze zijn zonder E-nummers, dus dat werkt altijd goed. Huppatee. Uh-oh. Ja.
Wow. Hier. Ik gooi er nu een paar houtjes bij. Misschien eentje eigenlijk. Maar daar binnenin, er komt zo'n warmte in te zitten. Nou, ik moet er maar 2-3 houtjes nu nog bij te gooien en dan heb ik een maaltijd. Niet zo makkelijk. En ik laat dan je even van boven zien, omdat ik het zo mooi vind. Maar als je de deksel op doet, gaat 3 keer zo snel. Echt super hoor. Ja, we zien dat binnenin. Ah, dat is zo warm. Ik weet niet wat het is. Het gietijzer, zo'n wok. Je hoeft nooit te blazen, je hoeft niks te doen. Het werkt altijd. Ik heb er nu zelfs te veel hout in zitten. 2 stukjes, te veel. Nou, gooi ik er zo nog 2 eieren in, een beetje zout. Beetje curry, een paar mooie kruiden erdoorheen en ja, je bent er al. Ja, je hebt last van je rook. Ze hebben last van hun geweten dat ze overal meewerken. Maar ik weet niet waar het is, maar ik had ergens nog een bol. Ik weet niet waar die is. Ik ga even weer. Ik zit er. Zo, ach, gooi jongens. Hier. Je hoeft niet te blazen, het gaat vanzelf. Huh? Biologische eieren. Ja. Enige proteïne die ik tot me neem. Huppatee. Oh nou. Nou, dat gaat niet voor. Huppatee. En dan beweren ze altijd dat zout slecht is voor je nieren en dat je dit en dat. Als je geen zout neemt, ga je dood. Dat is wat er gebeurt. Dan gaan je nieren kapot. Ja.
Joepie. Ja. Brand nooit aan. We hebben hier. Geloof me, dit wordt lekker, jongens. Beetje rijst erdoor. Huppatee. Zo. Nou. Beetje olie erdoor. Net zo lekker. Zo. Oh, het vlammetje is bijna uit. Ik zat niet op te letten. Maar ga er vanuit. Dit stukje is genoeg. Zo. Nou, dat was het maar weer. Kijk, op zich is het bloed heet, maar dit laatste beetje turbo is wel leuk. Kijk, dan pop je het er gewoon in. Daarbinnen is nog zoveel warmt, ik geloof het niet. Ja. Ja. Gaat vanzelf, je hoeft niet te blazen. Gaat er altijd vanzelf. En je voelt hier de warmte al, hè? En het leuke van buiten koken is, neem de tijd, geniet ervan. Enjoy life. Laat je niet verleiden tot angst. Ja. Probeer nu te leven in plaats van over 100 jaar. Het leven is een tragedie, maar met een beetje humor een komedie. Ik zal je mijn schapengedicht eventjes een keer... He? Schapen zijn bang voor de wolf, daarom luisteren ze naar de waakhond en uiteindelijk neemt de herder hun mee naar de slacht. Schapen. Zo.
zo. Zo'n warmte altijd, hè. Dus één houtje zit erin. Ik zal het even door... Nou. Het is een soort bami of nasi. Of nee, geen bami. Geen, het is een soort nasi, maar dan... zoals ik het zelf lekker vind. Nou, ik laat het nog even goed... de vlam er doorheen. Dan wordt het net iets droog. Dan vind ik het net iets lekkerder. Maar ja. Hier. Ik had vandaag uit de prullenbank een paar houtjes gepakt. Ja. Hier. Als ik zo'n houtje. Dan verbrandt het. Deze was eigenlijk al te veel. Maar ja. We zien. Eén zo'n houtje. Nou, je gelooft het niet wat de energie. Ja, Yuki. Oh, ik zit er weer naast te veel. Ik ben weer met van alles bezig. Dus. Ja. Dus ik had gewild dat het 2 minuten eerder klaar was geweest. Had ik zo'n houtje erbij gegooid. Ik heb bergen met hout. Ik snap ook niet dat we hele... bossen gewoon in één keer de weg stouwen voor onze energie tussen haakjes. Voor 1 boom, die is er dan doorheen jensen, voor die 10 euro energie, kan ik 100 jaar van koken. Maar ze willen niet dat je sustainable bent. Ze willen dat je problemenbel bent. Dat je gewoon het probleem bent. Ze zeggen, ja, we moeten wel. Teken alsjeblieft bij het kruisje. De woke-cultuur is goed, maar de wok-cultuur niet. Nou, ik heb liever de wok-cultuur dan de woke-cultuur. Want hoe langer ik er naar kijk, hoe zieker ik het vind. Maar dat is weer een ander verhaal. Nou, echt, ik kan je niet over vertellen, hè? Dat gas van huis wat je hebt. Nou. Dit is altijd beter. Ik laat hem nog even lekker uitgaren. Is de korrel ook heel mooi, trouwens. En het brandt nooit aan, hè? Nooit. Nou. Ja. Stel, nee, het brandt wel hoor. Moet je zien hoe mooi. Oh, ik zit weer naast de film. Moet je zien hoe mooi het brandt. 1 zo'n stokkie. Maar die wok, als je hier voelt. Ah, dat is bloedheid. Schitterend vind ik het altijd. Elke dag geniet ik ervan. Beestenboetjes uit. Mooi, hè? Ik vind het schitterend. Als je hier, je voelt echt bloedhitte, hè? 1 zo'n stokje. Als ik dat houtje uit laat branden, laat ik hem even uitbranden. Nou jongens, je hoort het, hè. Het knettert heel mooi. Niet te hard, niet te zacht. Heel mooi gaarproces. Nou, straks een hele mooie droge korrel. Super. Nou, ik wens elke Germaan een gelukkig leven.
Mm-hmm. Dat ene stokje, dat brandt nog hoor. Dus binnenkort gaan ze natuurlijk al die mensen die alleenstaand in die grote woningen, zoals daar en daar en daar en daar. Zeggen ze, ja, nee, jullie wonen. Wat hadden ze er ook alweer voor bedacht? Onderbewoond was het woord, onderbewoond. Nieuwe reden om mensen uit hun huid. En die nieuwe bewoners, die hebben alles. Die mogen met z'n 10 in de keet wonen en dan is er niks aan de hand. Als jij met z'n 2 in de keet woont, dan kan je alle strafkortingen die er maar zijn. Maar ja, wij zijn natuurlijk niet... We zijn natuurlijk niet sustainable. We zijn het problemable. Nee, even zonder gekheid. Wij hebben geen status, dus dan ja. Wij zijn die oude en we gaan naar het nieuwe. Ja, beestenboetjes het. Ja. Kijk, het brandt nog steeds. Dat hele kleine kooltje, ik wou dus zeggen. Dat ene plankje, daar kan ik zeker een... 10 minuten op koken. Maar het is nu wel goed, vind ik. Beestenboetjes het. Alle dieren tellen mij. Zo. Nu is het vlammetje aan het sterven. Dan heb je heel eventjes wat rook, maar dit brandt nog zekentjes. Nou, 5 minuten warmte heb je hiervan. En je ziet het. Ze vliegen niet. De meeste boetjes het, voor alle dieren tellen mij. Ook de dieren in concentratiekampjes. En het zijn geen dingetjes, het zijn levende wezens. Hè. En momenteel promoten ze het, die bloedoffers. Maar ja, het maakt niet uit. Iedereen moet doen wat hij denkt dat hij goed doet. Maar er is maar één vader. En er is maar één rechter. Er is maar één Heilige Geest. Het is maar één universum. Het is maar één aarde.